Goedemiddag, meneer Yilmaz. Goedendag, meneer. Hallo, hallo. Welkom, welkom. Ik heb de gezinde garage op internet. Ik wil kopen bij jou een auto. Nou, super. We hebben hier een hoop auto's staan, zoals u ziet. Tamam, ik wil de auto met goed stipereis. Oké, nou, dan bent u op het juiste adres, meneer. Want we hebben hier allemaal auto's die mega scherp geprijsd zijn. Oh, perfect. Tamam, ik bied helft van prijs. Op welke auto? Maakt niet uit welke auto. Duur, goedkoop, geen probleem voor mij. Ik bied altijd helft van prijs. Oké. Laten we anders eerst even gaan rondkijken. Kijk, zoals u ziet, er staat hier een hoop. Maar wat vindt u nou echt belangrijk aan een auto? Is belangrijk, hele familie past in auto. Oma, opa, tante, oom, neef, nicht, buurman, buurvrouw, moet allemaal passen in auto. Oké, u wilt dus een grote auto, misschien ook met een extra rij stoelen, begrijp ik, achterin? Nee, niet extra rij stoelen, hoeft niet. Kan gewoon 4 mensen op achterbank, 2 op schoot, dan is perfect. Ah, oké. En de grootte van de kofferbak? Kofferbak moet groot zijn, Gardas. Moet passen alle koffers in als ik ga op vakantie naar Turkije. Nou, ik heb hier een hele mooie Audi A4 staan. Nee, kan niet. Kofferbak is te klein. Moet nog groter, kofferbak. Nog groter. Oké. Wat vindt u nog meer belangrijk aan een auto? Dan heb ik een beetje een indicatie. Is belangrijk, auto moet zijn zonig. Anders is het een beetje duur. Nou, dan heb ik misschien wel iets heel moois voor u, meneer. Ik heb hier namelijk net iets nieuws binnengekregen. Kijk, dat is een Tesla Model S. Zeer zuinig. Tamam, ik koop die. Ah. Voor helft van prijs. Wat? Nee, sorry meneer, maar dat gaat niet bij deze prijsklasse hoor. Dan waarom niet? Dan wat kost deze auto? Deze auto kost, het is een mooi model zoals je ziet, hè? Lekker sportief. Deze kost maar 110.000 euro. 110.000? Tamam, geen probleem. Ik bied helft van helft. De helft van de helft? Sorry meneer, maar dat gaat echt niet. Waarom niet dan? Is deze diesel of benzine? Dit is een... Dit is geen van beide. Dit is een elektrische auto. Elektrisch? Mm-hmm. Hoe lang is dit botsauto? Nou meneer, dat zou ik me niet met deze doen. Dat is hier een beetje te duur voor, hè. Hoeveel liter deze gebruikt per kilometer? Nou, dat is het mooie. 0 liter. Er zit geen brandstof in deze auto. 0 liter, wat is dat dan? Je bent slecht verkoper. Geef mij sleutel, ik wil kijken in auto. Nou oké, ik heb de sleutel hier. Waar moet een sleutel? Nou, dat is zo geweldig aan deze auto, meneer. De sleutel zit in uw zak en de auto is al gestart. Maar ik hoor geen geluid. Deze auto heeft geen geluid. Man, wat is dat, man? Geen geluid. Geen geluid. Kan toch niet geen geluid? Open motorkap. Ja. Kijk. Mooi, hè? Man, wat is dat, man? Zit geen motor in? Man, jij bent oplichter. Jij probeert mij verkopen auto voor 110.000 euro zonder motor? Nee, meneer. Jij denkt ik ben dom, Dirk. Oplichter. Ben jij oplichter? Nee, meneer. Oplichter, man. Nee, oplichter. Nee. Hey, gozer. Wil jij een t-shirt winnen? Klik dan even op het duimpje omhoog en laat in de reacties weten wat jouw favoriete automerk is. Doe maar de Honda Civic, ja. En abonneer ook even op het kanaal van Dylan Haagjes. Hey, wil jij nog video zien? Klik dan even op de video in beeld.